bij de duinen. Een soort van. We lopen bij, kijk, duin. Nou, of misschien wel. Duinen kan dan wel. We gaan 20 minuten lopen naar eerst de beachclub. Want we zijn wat eerder weggegaan. Maar dan gaan we nog even zitten, even nog een drankje drinken. En even kijken hoe die andere lessen doet. Anties zijn. Oh, misschien zijn ze weer net klaar of net niet. Ik denk het net niet. Dus misschien kunnen we nog even afkijken. Ik kan Daniel nog even afkijken. Kijk, ik moet. Hij heeft ook al filmpjes gekeken. Zeker. Heb je er zin in? Beetje voorbereid. Dus je weet al hoe het moet? Je staat daar straks als half ervaren. Sta je daar al op het bord. Dus een handdoek meegenomen. Jas meegenomen. Want de les die hij had geboekt zat vol. Dus eigenlijk kon je bijna niet meer. Maar gelukkig was er om 5 uur nog een les. Dus is die verschoven naar 5 uur. Wil jij nog wat leuks vertellen? Nee, we gaan gewoon zien en meemaken. Jij gaat filmen. That's it. En dan lopen we eerst nog maar even naar de beachclub. Grazers aan het werk. Kijk, daar liggen ze. Oh, kijk hier. Hier zie je ze. Kijk, daar zijn ze voor zichzelf. En daar voor de school. Ik ben benieuwd. Ik kan even opwarmen. Met de trampoline. Dan gaan we hier even gezellig zitten bij Blow. Waar de kitesurf school is. We zitten even lekker. Aan het strand. Tot daar zo even kijken. Hè? Want dan kan je ze denk ik zien kuiten. Oh, dat zie ik daar ook al. Volgens mij hebben ze daar een aparte plas gemaakt voor de lessers. Dat ze niet straks helemaal de zee op gaan en verdwijnen. De kitesurfschool is net teruggekomen. Hebben ze gevraagd hoe het was? Gewoon slapen hier. Dat is lekker hè, we moeten nog 1,5 uur wachten. Ja. Dus kunnen we nog een beetje bruin worden. Voordat we terug naar Spanje gaan. Het is tijd. Go, go, go. Ah, jij hebt mijn telefoon ook bij je dan? Ja. Oh. Ik heb vast een wetsuit halen. Wat ga je halen? Een wetsuit. Ja, helemaal goed. Kunnen we jouw telefoon doorspitten? Ja. Succes. Trampoline opwarmen misschien. Volgens mij is het daar. Straks gaan ze in één keer de andere kant op. Hebben we voor niks gelopen. We hebben al 3,5 kilometer op het strand gelopen. Dus, We komen van die kant. Ik heb mijn hakken aan. Kiteschool, blow up your mind. Blow up your mind, kiteschool. Ik loop er maar zo bij, want ik word niet goed van die wind in mijn oren de hele tijd. Ik zit daar al 2 uur op het terras met de wind van achter. Het is wel even lekker zo. Het is lekker weer. Lekker weer. Ik zei ook al lekker vlog weer. Met die... Ah, gat. Gat in de weg. U wil mij opletten. Koningsdag. Ja. Koningsdag. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken hier. Je geeft zo wat licht. Zonnetje in huis. Doe maar zo wel. Heb je er zin in? Ja, super. Ja? En ik laat me met rust. Nou, succes. Tot zo. Zie je straks in één keer al die vliegers hier in de knoop. Hoppakee. Dat is een klein jokie, hè? Ja. Ja.
mijn chocolademelk drinken. Een kopje koffie en een kopje thee. Wil jij allemaal muziek luisteren? Ja, even een beetje warm blijven. Ja, het is ijskoud hier. Dus we gaan weer teruglopen. We moeten nog een half uurtje lopen. En daar staan ze nog, maar we gaan er maar niet op wachten, want het duurt nog anderhalf uur. Hoi! Yo, we gaan weer de kou in. Jurgen en Elise die waren alvast teruggegaan. Ik heb nog even zitten wachten op Daniel. Ik heb een filmpje gekeken. Volgens mij is hij zich daar aan het omkleden. Want ik zag hem terugkomen, dus ik ben benieuwd hoe het is geweest. Ik heb hem bijna gezien, maar het was op een gegeven moment zo koud. En daarom had hij eerst eigenlijk de les ingepland om 1 uur, maar die kon dus niet doorgaan. Dus vandaar dat hij om 5 uur pas ging. Nou ja, dan gaat de zon natuurlijk al ietsjes onder. Hij gaat langzaam onder. Dus dan wordt het natuurlijk ook een stuk frisser. Dus ik ga daar niet de hele tijd zitten, jongen. Gedronken. En nou zag ik hem voorbij komen, dus ik denk dat hij zich aan het omkleden is. En de vraag hoe het was. Hey, hoe was het? Nou, in het begin even moeilijk, maar uiteindelijk ging het best wel goed. Ja? Ja. Vond je het leuk? Ja, nou ja, we zijn nog niet op het water geweest. Ja, maar ik bedoel, met de kite, je kijkt borden, dat ken je op zich wel, maar... Eigenlijk nadat jullie weggingen, ik ben toen 1 keer geweest, toen gingen die andere 2. Ja. En toen gingen jullie het op een gegeven moment weg. Ja. En toen ging nog iedereen 1-2 keer. Ja. En toen ging het echt best wel een stuk beter. Toen heb ik elke keer zo en dan links en naar rechts en dan 12 uur. En dan weer naar beneden en daar. Oké. Okay. En ook nog bij de andere kite. Dus morgen dan gaan we eerst weer door het water. Even oefenen en daarna zonder boord en de derde dag met boord. Juist. Oh, leuk. Ja. Top. Nou, ik bevroor ze wat. Ja, dus, dat begreep ik wel. Ik was na anderhalf uur wel even klaar met die wind in mijn nek. En mijn ouders zijn dan naar huis, denk ik. Ja, die zijn naar huis gegaan. Want ik zeg, ja, jullie kunnen hier gaan zitten wachten. Ja. Maar, nou, dan gaan we dus, ook. Oké. Okay. Ik was de vlog aan het maken, maar ik heb eigenlijk alleen maar gezellig gekletst. Oké. En gekeken.
Een uur. Hoe koud het was om te kijken, jongen. Een uur, we hebben een uur gekeken, hoor. Ja. Ik heb er nou nog koud van. Ja? We hebben een uur gekeken. Ja, 3 uur is echt te lang, hoor. 3 uur is echt te lang. Ja, eerst ook kijken hoe hij stond te vliegen. En dan is zo kom eigenlijk. Ja, dat is het. Ja, we zijn het laatste uur komen kijken. Dat is beter. Ja. We gaan er ook bier, hè. Ja, nee. Speciaal... Ik wil wel de bier. En we gaan even zo wat eten, gezellig. Dat heb je wel even verdiend na het harde kiten. Nou. Het ziet er ook goed uit. Een theetje erbij. Eet smakelijk. Kijk wat een mooie tekst er op de muur staat. Live a life, you will remember. Lekker hè, die sperp, jongen. Zo, heerlijk. Wat gesmaakt? Heerlijk. Ja, heerlijk. Hij zit erin. Hij zit hier. Helemaal op. Kan je wel zien. Zag eruit, maar alsmaar het gesmaakt. Gaan we weer. Ik heb helemaal van die rozige warme wangetjes van de wind. Ja, ik ben weer een beetje gekleurd. Terwijl er geen zon is geweest. Nou, gisteren was ik al gekleurd en vandaag was toch een beetje die schittering van het water die dan op mijn gezicht valt. Dus dan kleur ik gewoon. Ja, je hebt wel een beetje een bruin gezicht, ja. Ja. Maar dat is toch gek. Je ziet het ook in mijn oogkassen. Of hier een beetje nog de witte lijnen. Zie je hier. Dat? Ja. Van het knijpen. Van de je zon. Oogkassen of bedoel je hier? Ja, daar zo. In mijn oogkassen. Om je oog. Ja, van het knijpen van de zon. In je oogkas. Maar jij kreeg bericht. Vanmorgen. Oh. Ja, morgen gaat de kiteles niet door. Nee, het is te weinig wind morgen. Ja. Super zonde. En we zaten er nog en toen kreeg je eigenlijk al een mailtje dat ze zeiden van... sorry, helaas, uw les morgen gaat niet door. Dat is wel heel erg jammer. Terwijl we net hadden gezegd juist dat jij morgen weer op het bord ging staan. Of weer, dat jij morgen juist op het bord ging staan. Ja, ook omdat het vandaag zo goed ging. Ja, dat is wel jammer. Want wanneer moet je nou weer gaan? Ja. Dan moet je weer in gaan plannen. Het wordt dan weer even een tijdje ertussen. Dat is wel jammer, want je wilde juist 3 dagen achter elkaar. Maar ja, dat is dus met kiten. Ja, wat we ook kunnen je doen... Je kan niet... Is dat we nu jouw vriendin Kelly opbellen, die ook heel graag wou. Ja. Dat die van het weekend meegaat. Maar wij kunnen van het weekend helemaal niet. Zo niet. Omdat ik zaterdag weg ben met je moeder en omdat we zondag de verjaardag van mijn opa hebben. Nou, maar ik ben helemaal 75. Niet op de verjaardag van je opa. Hoezo? Omdat ik aan het werk ben. Op zondag niet? Jawel, het hele weekend ben ik aan het werk. Op zondag ook? Yes. Hoezo zeg je dan dat zij mee kan nu? Je zegt zelf nu dat omdat ze van het weekend mee kan. Omdat ik tot aan het werk ben tot aan 3 uur. Oh ja, maar dan ben je ook op vrijdag. Op vrijdagavond kunnen we trouwens ook niet, want dan hebben we afgesproken met... Met hun. Oh ja, met hun. Ik denk vrijdagavond was er niet. Ik dacht vrijdagavond hadden we gesproken met wie ook alweer. Oh ja, met Kelly. Hun. Ja, met Kelly en Dennis, ja. Ja. En ik moet het hele weekend doorwerken, want wij beginnen donderdag aan een nieuwe klus. En omdat wij dus een beetje tijd tekort hebben, moeten we die dus ook in het weekend doorpakken. Ja. Nou, oké. Dan moeten we even verder een datumpje plannen. En waar moet je die opgeven? Via de mail gewoon? Je bedoelt de les? Ja? Jij gaat echt zo in één keer van het een naar het ander. Dan moet ik weer in het boekingssysteem aanmelden dat ik dan inderdaad zondag de klas van 5 uur wil meedoen. Oké, nou dan wens ik je veel plezier, Happy. Nou ja, tenzij jij niet meegaat. Nee, Kelly ik ga niet mee. Ga ik met Kelly samen? Ik ben er niet. Nou, dan wens ik je veel plezier. Dus je vond het in ieder geval wel leuk. Het is voor herhaling vatbaar. Zeker voor herhaling vatbaar. En je was vandaag al ook een beetje op het bord geweest. Ja. Dat is wel ook wel leuk. Wel cool dat je er al een beetje van kunnen proeven. Ja. Nou, hartstikke leuk voor jou. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ik hoop dat ik mee kan dus naar de eerstvolgende les. Want dat betekent dat ik voor jullie kan filmen hoe het gaat als je op het bord staat. Ja, misschien is het volgende keer beter als je gewoon de laatste 2 uur... Ja, maar in verband met...
Ja, maar die... Ja, nu was het lastig. Want zij moesten aan het einde van de dingen weg. Ja. Dus toen was ik juist in het begin meegelopen. Maar ik hoop dat jullie dit in ieder geval leuk vonden. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat het al wat sneller ging. Mijn fout. Je moet natuurlijk eerst de kite leren kennen, dat is ook logisch. Ik dacht dat hij meteen ging kiten, maar dat is dus niet. Maar dat komt de volgende keer, hopelijk. Zo snel mogelijk. Dus dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En dat jullie even een duimpje omhoog willen doen. Dat moet je zeker even omhoog doen. En eventjes willen abonneren op het kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende vlog weer. Ja. Doei.